Dan zijn we weer. Van harte welkom bij Eleven Insiders, de derde alweer. Ja. En kijk eens, de gasten zitten hier alweer te blinken. Ik heb uh, aan mijn linkerkant Jurgen Gereel van het Nieuwsblad. Dat is een notoire anderlegte uh, volger die weet er alles van. Dat klopt toch, hè? <laughs> dat klopt. Ja. De luis in de pijl soms, maar ook als er glorie is, dan breng je dat ook, hè? Absoluut, ja. De luis in de pijl, dat hoort er soms ook wel bij. Hè? Dat moet soms ja, af en toe. Af en toe ja. Voilà, kijk. Aan mijn rechterkant uh, Tuur Diriks. Toekomstig kampioen, zou ik misschien kunnen zeggen. In 1B, maar jij, jij mag dan het vel van de Beer uiteraard niet verkopen. Dus jij moet zeggen, we gaan het match per match bekijken. Zeg dat even. We zullen het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Oké. Okay. Oli, de schacht is er ook bij. Daar zijn we heel blij om, Oli, dat je uh, tijd voor ons hebt. Of moet ik Olivier zeggen, Oli, Oli. Ja. ik las vorige week in de Dag Allemaal dat jij inzaam bent. Heel inzaam. Klopt ja, dat? Ja, <laughs> Chance dat <laughs> Die moeten we uitnodigen. Ja, maar hebben ze de pieren uit je neus? We gaan het niet over mijn privéleven. Nee, dat gaan, we, dat gaan we niet doen. We gaan het misschien wel nee. om te beginnen even hebben over je andere carrière in het tennis. Want ik hoor toch langs alle kanten, Olly, dat jij wel een, een getalenteerd uh, tennisspeler bent. Hè? Hoe zit dat momenteel zeggen, qua puntenklassement? Ik had 55. Uh, dat is allemaal veranderd. Hè? Vroeger was dat A, B, C. Uh, nu heb ik uh, 55 punten, maar ik heb een beetje te veel gewonnen, dus ga ik stijgen. Dus ik denk dat de 70 punten misschien wel 75 punten gaan hebben. Ja. Dus ja, een echte tenniskenner weet, weet wat dat betekent. Dus, uh, ja. En als je moet kiezen, tennis of padel? Want je doet hetzelfde. Alle op twee, ik doe alle twee graag. Uh, ja. Tennis is voor mij fysiek iets meer belastend, dus misschien iets meer tennis. Uh, padel is, is leuk, maar je moet alle vier een beetje hetzelfde niveau hebben. Als er één iemand minder is of één iemand beter, is het al geen wedstrijd meer. Dus uh, ja, het is alle twee plezant, ja. Ik zie me wel... Uh, ik zie jou ja wel voor me. Als het dan een keer wat minder gaat of een punt dat verloren gaat, dan, uh, dan sneuvelt er wel eens een racket waarschijnlijk, of niet? Nee, daar ben ik ook in veranderd. Want het kost toch allemaal zoveel geld. Uh, ik heb onlangs uh, een, raketje, ik oh. een raketje gekocht. En uh, ja, je wil kwaliteit, kwaliteit. En ik heb 300 euro betaald. Dus Allee. ik heb het er niet meer voor over om uh, mijn raket kapot te smijten. Het is echt, echt duur aan het worden. Ze zijn een beetje aan het profiteren ook in de padelwereld. Uh, Van de hype. Van de hype. Goed raketje. Ze plakken direct er al 250, 300 euro op. En, uh, iedereen wil met goed raketje spelen. Iedereen wil het winnen. En iedereen denkt dat het door het raket is dat je gaat winnen. Maar eigenlijk ja. blijft het nog altijd jezelf natuurlijk. Ja. Heb jij al ooit tegen Oli uh, getennist ja. op, op uh, oefenkamp, uh, ja, Jurgen? Op oefenkamp hebben we niet, uh, niet getennist. Ik weet wel dat Ivan we, uh, de Rago ooit wel uh, gepadeeld heeft tegen Marc onder meer. Ah, oké. Okay. En kon die dat? Uh, ik denk die dat hij de heel goed was uh, en Marc dacht dat hij heel goed was. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Dus maar ja, ja tuur, jij bent ook een winnaar. Bij jou sneuvelt er dan wel eens iets, denk ik. Ja. Ja. ik kan heel moeilijk tegen mijn verlies, dat klopt. Ja. Ik speel af en toe op padel, maar niet op hetzelfde niveau als Oli, maar ik wil wel recreatief en met vrienden en ik, in het tussenseizoen probeer ik dat wel veel te doen en ik ben wel ik heb een degelijk niveau maar uh, ja, ik moet dat moeilijk vergelijken. Zou Oli met jou de baan aanvegen denk je? Ik denk, ik heb wel een paar, vrienden, gemeenschappelijke vrienden van Oli en mij hebben wel al een aantal keer gespeeld en daar merk ik wel dat het, dat het niveau verschilt. Ik heb geen tennisachtergrond, dus technisch ben ik helemaal niet zo goed. En waar zitten we dan proberen, in? Ik probeer te compenseren met mijn wilskracht en met mijn uh, explosiviteit tijdens <laughs> het padel, maar soms schiet ik toch te kort. Ja, uh, bekend met misschien even, dat mag ook met gezelschapsspelletjes zijn, wat is het meest genante dat je ooit hebt gedaan bij verlies? Je dacht van dat je nu denkt: van, ja, wat was, was, was ik aan het denken? Kort daar denk ik, elk uh, kerstmisfeestje bij familie aan herinnerd door mijn zus. <laughs> ik, uh, ik, speel, ja, ik heb één zus en ik speel altijd gezelschapsspelen met haar. En uh, stratego was een van mijn lievelingsspeltjes. Uh, Mooi, hè? Oe, de bom, de mineur. De... Exact. En Ach, ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit tegen haar heb verloren. Blijkbaar stond ik op punt om één keer te verliezen en heb ik uh, het bord uh, gewoon dichtgeklapt. Oei, 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 dat is wel, ja, dat is wel klein hè? Ja, dat was, was pijnlijk blijkbaar. Ja, ja. Uh, zitten er hier valspelers eigenlijk, uh, bij die zo... Ja, Oli, toch? Doelheilig te middelen? Ja, als ik toernooi-tennis speel, ik ga wel eerlijk zijn, als ik twijfel, is het uit. Maar <laughs> <laughs> ah, wel, het toeval wil. Uh, beste Olivier de Schacht. Dat wij. Um, we zijn natuurlijk grondig in de research, maar ja. we hebben daar eigenlijk bewijzen van gevonden. Ben je ja. benieuwd? Uh, absoluut ja. Um, er is een collega van jou waar je vaak uh, mee tennist en mee padelt, oh, nee, en man, die wil toch niet... even orde op zaken stellen. Dus uh, Yves van der Hagen, coach van Zekelenbrug: het woord is aan jou. Olly, volgens de reglementen is die een bal binnen en niet buiten. En nog iets. Wil je alsjeblieft wachten tot ik klaar ben om op te slaan? Dank je wel. Schitterend, dus, uh, hij, hij zei mij dat jij alle ballen die hij slaat uitroept. En uh, Als je niet kan winnen, dan staat hij te puffen. En te hijgen hij is wat ouder dan jou. En dan sla jij meteen onmiddellijk op. Maar dat is mijn spel. Uh, eerste opslag uh, mis ik en, en direct die tweede. Direct die tweede. Maar Yves heeft gewoon meer tijd nodig. Maar ik moet wel zeggen, IV ziet niet meer goed de laatste tijd. Dus, oh, nee, maar dat is echt waar. Er zijn echt ballen. Ik, kan nu, ik, ik heb nu niet... Toegege... Ik heb echt, echt toegegeven dat ik, dat ik twijfel, twijfel is buiten voor mij. Maar soms is het echt wel echt echt buiten. Ik om, normaal like de echte op tv je ziet dat dan zo omcirkelen, hè, like die echte. Dan doe ik dan ook en nog gelooft hij het niet. Dus soms is het echt niet mijn fout, echt wel. Ja. Maar het is wel een lieve vent, hè. Wat een heerlijke ja, man dus, is dat. Ja, dat is mijn beste vriend. Iedereen weet dat, hè? Dus ja. Elk interview dat ik moet geven, moet ik iets over hem zeggen en nu is hij er weer, verschijnt hij weer plots. Dus. Uh, <laughs> dus als er ja. bij jou iets gebeurt in het leven, dan weet hij dat als eerste. Ja, absoluut. Privé, professioneel. Als ik raad heb, raad nodig heb, bel ik hem als eerste. Ja. ja. Heb jij ook die ervaring met het interviewen van, uh, van Olli? Was dat altijd pijs en vree, Jurgen? Of, of liep dat ook wel eens scheef? We hebben altijd leuke interviews met Olly gehad. Ik herinner me vorig jaar op, op Zulte een, een interview. En ik denk dat je boos was, Olly. Um, <laughs> Anderleg had uh, tegen Zulte gespeeld en het was de goal van matje. En je vond dat ik wat streng geweest was, denk ik. En de titel boven het stuk was nee. uh, Die slechte journalistiek zal ik niet missen. Pas uh, nee, 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 op, soms, ik vind dat plezant. Nee, maar, hey, je moet weten, ik ben verdediger. En soms maken aanvallers ook mooie doelpunten. Mm -hmm. En, en, en het moet altijd over de verdediging gaan. Maar het was gewoon een mooi doelpunt van Matcha. En, en ik kon er niet veel aan doen. Het, was, uh, het, is, het is een speler die 20 jaar is. Ik ben 40. Uh, in het midden van, van het veld wordt hij diep gestuurd. Ja, Sorry. Uh, tien jaar geleden had ik dat duel gewonnen. Maar ik ben ook 40. Het was goed gespeeld, goed afgewerkt. En dan, dan moest ik lezen dat ik... Uh, ja, dat ik te traag was, dat ik 40 jaar... Dat... Zo, zo, hard, zo hard was dat niet, maar ja, ik vind het wel cool dat het dus er zo... Ja, maar soms is het ook goed gespeeld en, 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 en er is ook een doelpunt dat, dat ik uitstap. Maar als de trainer dag voor de wedstrijd zegt je moet uitstappen op de nummer 10, ik doe dat... Maar mijn fantastische 1-2 maken ze dan het tweede doelpunt. Waar Lokonga dan binnenkant mm -hmm. voet ook heel, heel mooi afwerkt. Ik vond het een topdoelpunt. Maar dan, dan moet je weer zeggen dat ik moet uitstappen. Dat, dat dit en dat. Maar ja. soms, natuurlijk ook, Tuur is aanvaller. Tuur maakt ook soms fantastische fantastisch Het is niet altijd de verdediging die je fout well, nadal, Alleen maar, Tuur. Waal goals. Het nadeel als journalist is dat je niet altijd weet wat de trainer natuurlijk eist en vraagt. Ja, ja. En dan, je bekijkt die match en dan zie je de, de fase en moet een oordeel vallen natuurlijk. Wat is je mooiste herinnering aan Oli? Misschien meest markante, want het kan ook wel eens flesje natuurlijk. <laughs> ja. ja, we zijn al vak uh, op stage geweest met, met Anderlecht en uh, hij heeft mij ooit eens buiten gezet in, uh, in de perszaal. Hè. Is het, weet je dat nog? Ja, ik weet dat nog. Uh, Wat was er ik... aan de hand? Ja, nee, het was een bepaalde speler, ik ga zijn naam niet, niet uitspreken, omdat nee. de jongen dat niet verdient om zijn naam uitgesproken te worden. En uh, die had leugens over mij verteld. En, en Jurgen vond het zo plezant om daar een heel blad over te schrijven. En, uh, zonder mij in te lichten, zonder iets te vragen. Er is wel een nuance hoor. Er is wel een nuance. Nee, nee, het waren uh, maar wat kun je... 99% leugens. Je, je moet uh, het niet allemaal benoemen, maar maak het iets concreter. Waar gaat het dan over? Over een bepaalde speler die... die... Wat heb je gezegd? Die... Ik heb niet gezegd. Ik ben eigenlijk altijd vriendelijk. Ik heb tegen Nituro ook gevoetbald. Wij babbelen soms tijdens de wedstrijd. Ja. <laughs> ik heb nooit met iemand problemen. Maar als een speler, na de wedstrijd... Be beweert dat ik racistisch was. Of dat ik hem uh, voor ik weet niet wat heb uitgescholden, terwijl dat ik het absoluut niet gedaan heeft. En nee. dat Jurgen dan de behoefte heeft om dat in de krant te zetten. De volgende dag, zonder mij in te lichten, zonder iets te vragen. Wat de nuance, Olly was. Uh, ja? we, we weten allemaal, het gaat over Momo Daman. Uh, 13 jaar geleden, uh, Anderlecht Bergen, of Bergen ja. Anderlecht, gespeeld de match tegen Daman. Uh, fel duel, intens duel. Uh, na de match, komt hij als eerste buiten, dat weet ik nog wordt altijd een van de eerste, eerste buiten. En geprijsd, dat man de hemel in, uh, omdat hij echt een goede match had gespeeld. Terecht. Um, en de nuance was: ja, wij zijn daar blijven hangen in die kleedkamergang in, in Bergen, want dat was toen nog een mixed zone in, in de kleedkamers. En um, wij stonden daar echt als allerlaatste en dat man komt als allerlaatste naar buiten. Wij waren daar de enige journalist nog, denk ik. En die begint daar inderdaad een tirade af te steken tegenover u. Misschien met leugens. Dat kan zijn. Want hij wordt zo gezegd de slechtste verdediger van België. En het was logisch dat hij niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg. En uiteraard, ja, we hadden uw reactie al eerst gehad. En dan dat man. En dan hebben we het tegen elkaar uitgespeeld. En dat, misschien hebben we hem een te groot podium gegeven. Daar kan ik mij wel in, in vinden. Als ik daar nu dertien jaar later op terugkijk, maar bon. Zeg maar de handvraag, ben je naar buiten gestapt? Uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk wel. Want je ja, ja. weet, La Manga, de, de persel daar boven in dat hotel. Uh, hier, oh, ik kom daartoe, uh, was met alle journalisten samen in die zaal. En Oli komt binnen en hij zet hem neer, uitgestreken gezegd. Uh, uh, ik, <laughs> ja. ik, ik, ik spreek met iedereen, behalve met het nieuwsblad. <laughs> hij moet hier buiten. Ja. En dan ja, ik was, ik was nog maar drie jaar journalist: jonge journalist, dan staat hij daar met u. Met je mond vol tanden en dan denk je, ja, een beetje discussiëren van ja, maar olie dit en olie dat. Ja, maar je hebt ook niet gediscussieerd als je het artikel uitbracht. Je hebt het ook gewoon geplaatst. En dan uiteindelijk, we moeten we wel wat collegaal zijn. Het is wel bijgelegd, hè? Ja, ja, absoluut. We moeten wel wat collegaal zijn. Ben ik uiteraard uit, uit de pers al gegaan en dan, dan die deur staan draaien en doen. Uh, want ja, iedereen had een groot interview, Olivier de Schacht en ik had niks. Ik heb dan wel alle zeilen bijgezet om toch iets te hebben. En uiteindelijk had ik een interview met Ondrej Mazoeg, die dan voor Anderlecht ging tekenen. Kon ik daar ook wel nog uh, iets, ja. iets leuks mee doen. Maar achteraf, ja, hij is wel koppig geweest. Maar uh, uiteindelijk, uiteindelijk hebben we dat nee. al, uh, wel bijgelegd. Dat wel gekoppig, en hebben we ja. goede interviews gehad. Nee, niet had, van onrechtvaardigheid als je zoiets... Kijk. Daar zullen we het bij houden. Thierry, ik wou nog even we naar jou vragen. gaat je het gewoon afsluiten? Dat man is een topspeler. Punt. Kijk eens Oh, sorry. Net als Thierry Dieriks. Dat afsluiten. Net vergeten, je hebt Ivan je hebt Van der Agen als coach gehad. Hè? Ja, dat klopt. Ik heb, ik heb, hem, uh, ik heb hem zes, zes maanden als trainer gehad. Het was wel grappig, want we hebben elkaar gezien Maar bij toevallig dit jaar. Uh, met Oli bij en uh, Hij was al vergeten. Ja, dat is just... <laughs> hij was al vergeten. Dat ik, dat, uh, ja, het was al even geleden. Het is al ondertussen al zeven jaar geleden, denk ik. Ja. Maar ik heb zes, zes maanden met me gevolgd. U zat in Marbella. Ik weet niet of jullie dat nummer kennen van Clément Péris in het Antwerpen. Dat gaat van als ik er één geef, geef de gaar nooit die en een terug. Wie is bij jullie degene die er nooit eentje teruggeeft? Oh. Ik denk dat iedereen nog wel op zijn toer is, is, is betaald. Ik kan me dat niet herinneren. Dat er nee, ik denk dat er een filmpje volgt. <laughs> nee, nee maar, maar Yves houdt ook wel eens houdt er ook wel van het is goed uh, te lachen. Hè? Uh. Heb jij Yves ooit uh, liggen gehad met zo'n kleedkamerhumor? Ja, in La Manga. Ook weer in Lamanga. Wat gebeurt in Lamanga? Dat blijft niet in Lamanga. Ja, maar nee, je moet weten, ik denk dat Jurgen dat wel weet, in Lamanga als we gaan eten, dat is een hele lange tocht eigenlijk. Mm -hmm. Dus onze slaapkamers zijn hier en wij moeten gaan eten en dat is met een hele lange trap en dan nog een lift en dan nog een trap. Dat is eigenlijk een wandeling van 100 meter met veel trappen. Ja. En Jelle van Dam had er niets beters op gevonden van, uh, om hem in de kast te verstoppen. Mm -hmm. Maar je moet ook, wacht, ik ga het goed vertellen, Yves uh, die wil altijd zijn potje koffie in zijn kamer opdrinken. Ja. Dus de hele lange tocht. Met zijn potje koffie. Dus uh, op zijn gemakske dat er niets overloopt. Moeilijk. Ja. Ja, met die trappen, met die lift. En dan nog een wandeling van, van 100 meter. En dan nog een keer naar de kamer, ook nog een trap. En Jelle van Damme had er natuurlijk niets beters op om opgevonden uit om uit die kast te komen en hem te doen verschieten. En heel de koffie over hem. Dus dat is, wel, dat is, dat is lachen. Hè. Zeker omdat, vooral voor die lange tocht. En dat was wel een leuk verhaal. Dat was samen ja. met Bart Goor eigenlijk en, en Jelle. Dat was eigenlijk wel eh, top. Ja. En die ja. in alle staten. Ah, Je ja, ja, had een, een wandeling van 100 meter met die, met die koffie, die dus <laughs> juist een trantje gevuld is. En al, ik weet niet hoeveel moeite gedaan, en ja, dan sprong uit de kast. Dat was dat is echt lachen. Ja, ja. Uh, heel even het toch eens over de acte. hebben uh, jongens, want een markante, uh, toch wel een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht. 10 tegen 11 uiteindelijk, het nog kunnen rechtzetten. En uh, Vincent company ja, die was toch wel vol uh, lof over zijn uh, jongens na die wedstrijd op Oostende, dat gelijke spel. Echt waar, ik wil met plezier door het vuur voor die jongens. Geen probleem. Wat ze laten zien hebben in de tweede helft, ze hebben gevochten tot en met. Dus um, ik... Ik moet zeggen, ook chapeau aan alle jongens die zijn ingevallen. Uh, iedereen was er voor elkaar en dat is het begin van alles voor mij. Ik bedoel, je, je bent Anderlecht, we komen door een moeilijke periode. We hebben een aantal jaren echt moeilijk gehad. En als je dat dan op het veld ziet, die, die passie en, en wat de jongens hebben geleverd... Ik kan... Ja, daar, daar wil ik wel mijn naam onderschrijven. Ja, dat is wel wat, hè? want je zag het ook, die mentale boost na die wedstrijd. De fans waren uitzinnig. Mm -hmm. um, het was alsof er iets, mm -hmm. iets uh, ontvlamde. Alsof het er vuur aan de lont kwam. Dat ze eindelijk dat mes tussen die tanden ook kregen. Er is iets gebeurd op Osten in de tweede helft. Ja, absoluut. Ik, ik vind Anderlecht in de tweede helft heeft echt full, full speed, volle gas, uh, volle gas gespeeld. En uh, ja, met, tegen, tegen, met tien man beter zijn tegen een ploeg met, uh, met elf. En dan nog die, dat puntpakker had ook nog meer kunnen zijn. Dan, uh, ja, dan geeft dat een absolute boost en, uh, dit, is, dit is wat ze nodig hadden ook denk ik om, uh, om eens echt volle gasten uh, gas te spelen. Want er, soms heb ik de indruk bij anderlecht, ik had dat een beetje tegen Gent, dat het te veel in slow motion gaat uh, in, uh, er zit een idee van compagnie. De, de looplijnen zijn er, ze zoeken de ruimtes, maar soms gaat dat, die opbouw gaat te traag en dan heb ik de indruk dat ze toch niet tot aan die doelkansen komen. En gisteren, na die rode kaart, ze, uh, ja, ze speelden met tien. Ze stonden 0-2 achter. Nog weinig te verliezen en dan zijn ze echt volle gas gegaan. En dan met de kwaliteit en de ideeën van Compagnie dat ze hebben. Denk ik dat ze ja, drie vierde van, van de ploegen in België kunnen ja. echt platduwen. Jij hebt ook tegen, tegen Gent uh, wat beelden gezien van Anderlecht. Hè? Nu uh, op Oostende die, die wedstrijd. Hoe kijk jij naar dit Anderlecht, Olivier? Ja, ik ben... Uh... Terug een beetje vliegtuig worden op Anderlecht. Het is lang geleden dat ik dat moet zeggen. Zolang ik het woord geduld en project niet hoor, ben ik fan van Anderlecht. Dat zijn twee woorden die ik haat bij Anderlecht. Geduld en project, dat bestaat niet. Dat is een topclub. Anderlecht is een topclub. En uh, sinds Mechelen, de tweede helft van Mechelen, uh, staan daar, en, uh, en, en tegen Gent vond ik ze echt outstanding. Uh, ik vond ze de, altijd de vrije speler vinden. Uh, Rafalev is ook heel belangrijk. Gewoon. Raman, goed, ervaring gekocht. Niet gehuurd, gekocht. Ook al positief. Ik vind ze echt goed en het wordt weer uh, ja, wie haar ander legt. Hè? Ik, ik zie het terugkomen. Ja. Nee, maar de financiële realiteit, ja, project en geduld, dat was op een bepaald moment wel heel even relevant. Maar zoals je terecht aanhaalt, traditieclub, Club en die moet gewoon winnen en elk jaar kan het ook worden. Ja. Waarom enerveert je ja, jou dat ja, wel, situatie? Ja, omdat, omdat er bepaalde maken. zaken echt fout aangepakt geweest zijn. En, zoals? Eh, ja, de, sinds de overname, transfers, uh, beleid, alles was, alles was verkeerd. En dan in een keer kon, begint men over geduld omdat het verkeerd... Uh, het beleid was verkeerd. Gaat mij in één keer beginnen met geduld en project, die twee woorden beginnen uitspreken. En dat vond ik volledig niet op zijn plaats. Gew geef gewoon toe dat het verkeerd was. Dat je verkeerde transfers gedaan hebt, een verkeerd beleid, verkeerde trainers aangeworven hebt. Ze hebben dat daar een paar gehad voor Compagnie echt om te lachen. En nu met Compagnie, ik geloof terug in uh, wie ja, aan Anderlecht. Ja, ja. Absoluut, ja. Ik zag jou uh, knikken. Worden ze kampioen? Hoe lang gaat dat duren, denk je voor terug in Anderlegen? Ik moet nu al zeggen, we gaan voor de titel. Anders is, ze anders is Anderlecht Anderlecht niet. Anderlecht ja. moet nu, na deze prestatie moeten ze gewoon zeggen wij gaan volgende week is het brug Anderlecht. Ja, volgende week het brug Anderlecht. We gaan gewoon te winnen. En dan, dan heb ik dat, dat gevoel terug, dat goed gevoel bij Anderlecht. Ja, ja hier een uh, goede vraag ik, in de groep. Ik, ik vind wel dat er kwaliteit is. Uh, om zeker top 3 top te spelen. Titel, dat hangt een beetje vanaf hoe, hoe, uh, hoe efficiënt ze gaan worden. Want ze creëren wel de kansen, maar die gaan er niet altijd in. En ze hebben geen Dimitra meer die er 18 uh, scoort. Uh, het zal afhangen of, of mee en, uh, en Zirkse die, die goals effectief gemaakt. Want Zirkse mist ook wel veel natuurlijk uh, ja. gisteren. Uh. zeerlijke voetballer, wel hè? absoluut wil het misschien te mooi doen soms? Of, of? Technisch, technisch uh, echt outstanding. Hoe hij soms een bal uit de lucht pakt en, uh, en, en, die, en die bal meeneemt. Als hij dan voor de goal komt, dan wil hij misschien soms te mooi doen. Gisteren hij stond hij wel offside, maar dan probeert hij die bal over over Hubert te stiften, die dan nog die, die bal pakt, dan, dan zou hij wel meer de killer moeten zijn. Maar als dat komt, is echt een, ja. uh, een topswitch denk ik. Ik denk dat het verschil vooral met ligt van, van... In Olize een tijd, of pak vijf, zes jaar geleden, als het als, als, als Bruggehandlicht was of een andere ploeg, elke ploeg had schrik om naar handlicht te komen. Ja. En, en had niet het gevoel dat ze daar iets konden komen rapen. En nu, nu is het dan beter, maar ik denk dat de afgelopen twee, drie jaar elke ploeg, zelfs, zelfs de minder of de kleinere ploeg in België, het gevoel hadden van ja, we kunnen hier iets rapen vandaag. En zoals Oli zegt, Anderlecht is, is en blijft een topclub in België. Dat, kan, dat is onmogelijk dat, dat een kleinere ploeg het gevoel heeft van hier kunnen we iets komen rapen. Heb jij dat ooit gevoeld in een bus op weg naar het ja, Park? Ik herinner me dat, dat we Europees speelden met, met Bruggen en dat we denk, ons plaatsten voor de kwartfinale in Europa League. En dat we drie of vier dagen later aan de licht moesten. En de statistiek werd voorgelegd dat we al op dat moment 1 of 22 jaar niet meer hadden gewonnen op Anderlicht. Ja, Daar dat, 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 moet je eens voorstellen. Als je dat vergelijkt met nu, Je hebt nu het gevoel dat elke twee weken er iemand kan komen winnen op Anderlicht. Dat is wel aan het verbeteren nu. En ik denk vooral het verschil bijvoorbeeld met Brugge op dit moment. Dat, dat Brugge heeft, heeft de kwaliteit die Anderlicht heeft. En ook het verschil, individuele kwaliteiten, maar vooral de ervaring. Daar mis ik een beetje mee dat er drie, vier spelers zijn die als het minder gaat in een minder moment of, of op belangrijke momenten opstaan. En ja, zoals Oli zegt, dat hangt ook van transfers af van de spelers die je wegdoet, die je, blijf, die je, die je laat, laat blijven of die je gaat halen. En ik denk dat daar op dat vlak aan ligt nog stappen kan zitten en dat ze op dat vlak enkel kunnen verbeteren. En dat is volgens mij op dit moment het verschil met Brugge. Zeggen dat ze bellen Oli, uh, Even een hypothese. Nee. Oli uh, TD, kom jongen, kom ja. dat hier allemaal is. Oli uh, pakt niet meer op de sportieve functie. Ik ben niet klaar om alle dagen te werken terug. Ik heb ook, ben ook bewust gestopt om, om uit die routine te geraken. Uh, zaterdag training, zondag wedstrijd. Maandag recuperatie. Dinsdag congé. Al mijn vrienden werken de dinsdag. Mijn kinderen moeten naar school. Dan, dan, dan. Nee, ik ben daar ook uh, bewust voor, voor, voor gestopt. Dus uh, nee, even op mijn gemak. Uh, ja, ik ben niet klaar om weer van 7 uur s morgens tot, tot 5 uur s avonds over voetbal en, en daar te zitten. Dus uh, niet direct. Nee. nee, ik gooi even een uh, vraag in de groep. Want meestal komt er dan een andere usual suspect boven, omdat het soms wel wat verrassend kan zijn. Wie is, een van de, wie is de, de speler met het, het hoogste, grootste rendement, puur in assist en doelpunten, samen opgeteld op dit moment in de kern? Ik denk uh, Sergio Gomes. Ja, absoluut, wat een kenner zegt. Ja. Die heeft er al vijf uh, aangegeven. Ja, God en hij speelt als, als linksachter, maar is vooral een, een aanvallende linksachter. En hij heeft een, een hele goede voorzet in zijn voet. Die, die bal op Raman gisteren uh, was, was perfect, uh, perfect gegeven. En hij, hij rukt op, hij haalt die achterlijn en dan, dan komt die bal. En die zijn dikwijls uh, heel, heel ja, goed. Ja, uh, Oli, ik moet toch nog even vragen okay, voor jou. Die had, ja. dat, dat, dat afscheid bij dat kennen we ondertussen, dat ja. verhaal, dat, dat was niet helemaal optimaal. Maar dus terug verliefd geworden, dus eigenlijk gewoon. Uh, hoe, hoe zeg je dat? Zand erover en, en het verleden is het verleden? Nee, nee, dat is een litteken. Hè. Dat blijft een litteken. Hè. Sowieso? Ja, absoluut. Ja. Maar om nog een keer over mijn... Nee, nee, dat moet beginnen, je... Nee, maar... Uh, even, ja, nee, maar als je over de linksbak praat... het is ze het is zoeken al drie jaar naar de linksbak. Mm. Dus, uh, dus... je comeback? <laughs> Misschien? Uh, nee, nee, nee. Maar uh, ik denk wel dat ze nu een gevonden hebben. Dat ze, uh, de, die, de vraag uh, zal zijn, yeah? als hij tegen Brugge speelt uh, volgende week... Uh, als hij dan zo aanvallend speelt, de ruimte in zijn rug natuurlijk, dat zal misschien een moeilijk punt worden. Dat zal een beetje uitkijken zijn tegen echte topploegen. Of hij daar overeind blijft, maar voor de rest vind ik echt een geweldige ontdekking. Ja, stel dat je gewoon... Blijkbaar is hij van opleiding, een nummer zes. Die compagnie die hem op links heeft getrokken, of niet wel. Ja, want blijkbaar... In de, in de scouting die ze gedaan hebben, hebben ze echt een profiel gezocht voor iemand die zo uh, ja, goed met de bal aan de voet was. Want dat was wel een beetje een probleem uh, op, de, op de linksachter uh, vorig jaar. Maar Mikalischenko ook wel een goede linksachter, maar toch niet de man die het voetballend allemaal gaat oplossen. En dat kan, die, dat kan die Gomez wel. En ze hebben hem daar geposteerd. Hij had nog bij Wiska, denk ik, niet zo heel veel op de, linkse, uh, op de, linksachter, uh, op de linksachter gespeeld. Uh, en ja, echt een goede keuze geweest. Ja. Hoe is dat, heb je nog contact überhaupt met Vincent uh, van Company, ex-ploegmaat nee, van jou? Dat is moeilijk. dat nee. werkt ook alle dagen. Nee, nee absoluut. Nee. Hoe zie jij zijn uh, evolutie bij Anderlecht? Uh, Hoge bomen vangen veel wind. Topcarrière uh, clublegende eigenlijk, ook van het Belgisch voetbal. En dan moet je gaan bouwen vanaf, uh, vanaf niet vanaf nul, maar je moet toch gaan bouwen, iets gaan neerzetten. Niet evident, je nam ook een groot risico. Um, of niet? Ja, vooral het risico om uh, de combinatie te doen. Voor mij was dat, uh, ik heb dat ook direct gezegd, dat is onmogelijk. Uh, een uh, trainer zijn is te, het is te veel werk. Je moet daar zijn om zeven uur s morgens. Je moet trainingen voorbereiden. Je moet met elke speler bezig zijn. Hoe hij zich, zich voelt, blessuren. Daarna moet je nog analyse, analyses maken, wedstrijdanalyse. Ja. En je ziet het ook: uh, de ene blessure na de andere. Een, een topsporter moet enkel, enkel denken aan, aan voetbal. Die moet daartoe komen: voetbal, voetbal. En die moet weggaan, en die moet rusten, en die moet slapen. Die moet niet bezig zijn met analyses. tegen uh, TB moeten we spelen volgende week. Hoe was de wedstrijd? vorig weekend. En dat zag je ook. En nu hij volle focus heeft op de, op de voetbal, op zijn trainersvak, vind ik die wel uh, ja. beter en beter. Worden, ja. Hij had ook mooie woorden over voor zijn collega aan de andere de goud, Alexander Blessing Dat is een man die kleur geeft aan ons voetbal bij Oostende die steeds maar weer, of steeds maar weer, de tweede keer dan toch. Er worden heel veel spelers weggeroofd, zeg maar. Van Henry, Sakala, Theaat, noem ze allemaal maar op. En dan moet hij keer op keer maar opnieuw beginnen bouwen. Hij gisteren ook een heel jonge jongen op de bank moeten zetten. En Company had mooie woorden over voor. Als je heel, heel eerlijk bent, dan, dan is, dan is um, Blessing in de laatste 18 maanden gewoon de beste trainer geweest in België. En het is heel simpel, want we zitten allemaal te zeggen wie is de beste trainer en dan kijken we naar tactiek en we kijken, maar uiteindelijk is het niet dat. De beste trainer is diegene die meer haalt uit een ploeg dan wat het normaal gezien zou kunnen presteren als ze gewoon op een veld zouden staan. En stenden met minder investering en, uh, en met een heel duidelijk beeld, heel duidelijke filosofie. Ja, dat is, dat is coaching. Ja, uh, delen we die mening? Want hij krijgt veel lof, Blessing, dat is ook wel uh, terecht in zekere uh, mate. Jurgen, hoe kijk jij naar die man? Ik vind Blessing echt wel een, een toptrainer. Als je ziet naar de ploeg bij Oostende die hij heeft, allemaal onbekende jongens, jongens die echt een beetje uit het, uit het niets komen, soms Franse tweede klasse. En die, hoe, hoe, hij, hoe hij die laat meedraaien, hoe hij die stond, echt om die pressing te spelen, ja. dat is wel indrukwekkend. Dus ik denk dat Blessing op termijn wel klaar is om om een stap hoger te zetten en, en echt ja. een topclub uh, te gaan leiden. En ex-Stuttgart, hij heeft gespeeld tegen Lothar Matthäus, tegen Jurgen Kohler, noem ze allemaal maar op. En hij heeft een shirt van Koen Schokkaard in zijn kelder hangen. Ik heb er een foto van gekregen toen. Dat is mooi, hè? dat was hij even vergeten in de live. Maar hij uh -huh. stuurde me dan een foto, dat hangt daar mooi te pronken. Koen Schokkaard, zeg. Koen Schokkaard, ja. Wat een heerlijke aanvaller was dat. Ook, uh, We hebben er veel die, kunnen achterlopen. Iemand snel. die heel, veel, heel snel was en heel, heel, heel veel diepgang ja. uh, had. Ja. en uh, Dat is iets wat dat blessing ook wel uh, graag, ja. graag ziet, denk ik. Frisse wind toch, hè, die coach van Oostende? Niet? Ja, ik vind het val vorig jaar dit jaar min, min, minder opvallend. Maar vorig jaar wel. Zeker de eerste, eerste zes maanden dat er heel hoge pressing, heel snel omschakeling. Meteen, als een gek die bal opjagen. Het ja, ja. is heel moeilijk om tegen te spelen. Ik heb Cusboys gezien op uh, concurrerende zender. Ja. En, uh, hij Levert wel goed werk. Uh, hij, hij Gebruikt wel de juiste woorden om, om uh, zijn spelers te mot motiveren. Dus uh, ja. Heel menselijk ook denk ik. dat ja, uh, ja. is goed. Net als een aantal jongens om transfer maken. Zoals een Sakala in een theater. Dat is, dat is ook ja, deels een deel van de aanverdiensten uiteraard. Ja, absoluut. En er komt ook wat persoonlijkheid. De kleedkamer binnen natuurlijk als hij binnenstapt. Uh, Oli, uh, over persoonlijkheden gesproken. Jij, ja, met Wie heb je niet gespeeld? Hè? Met, met Zetterberg, met Hazi, met Jestrovic. met Noem ze allemaal maar op. Frutos. Wie zijn nu, als je terugkijkt, de meest indrukwekkende figuren qua persoonlijkheid? Goh, ik heb van alles gehad. Hè. Ik heb een beginnende Compagnie gezien, die, die eigenlijk 16 jaar was. Die Als je hem nu ziet, die eigenlijk nog geen jaar veranderd is. Compagnie ja. was zo matuur in het begin. Uh, dan had je de Lukaku, een beetje een tegenpool. Die was Geef eens de, concreet wat, wat je Copa, was, was moment. was direct een leider. Direct, als uh, je iets tegen hem, was hij direct geprikkeld. Uh, kleine strubbelingen allemaal. Alle, 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 ja, was ook niet echt super coachbaar ook in het begin. Hij had dat direct een mening. Dat is niet negatief, hè. kijk wat carrière hij uh, ja. gemaakt heeft Dan had je de Lukaku, de tegenpool, die was heel coachbaar. Die, die praten met iedereen, die, die, die vroeg aan iedereen raad. Uh, dan heb je zo'n type. Ja, dan, uh, vooral Zetterberg ben ik ook onder de indruk. Hoe, hoe goed hij was. Dat was iemand met ogen op zijn rug. Hè. Die ja. een bal in hem gaf. die wisten, uh, ja, dat was, dat was indrukwekkend. Elke corner, elke vrije trap was een kans. Dus ja, ik kan zo blijven doorgaan. Hè. Jij, bij Club Brugge kwam je boven water toe, Dirk. Daar zat je ook met, uh, met kerels in die kleedkamer. Met hoefkes. Goh, wie zat daar nog allemaal? Uh, Karel Hoefkes, was de boksen toen ook die tijd. Ja. Engels. Klopt, ja. Ben... Hoe hebben ze jou ontgroend? Is dat <lacht> gebeurd? <lacht> is dat zeker gebeurd. Dat is grappig, omdat ja, Loris Bok is ondertussen een goede vriend geworden. Bokkie. Ja, dat is een, een gereputeerd figuur van, in de kleedkamer. Okay, van, uh, <laughs> van, van, lust er pap van. Uh, ja, dus, uh, ik, ik, kom in, uh, ik mocht de eerste keer op stage mee naar Marbella. Uh, als ik 17 was. En dat was uh, die stage dat, dat Bokkie de transfer maakte van, uh, van Loke naar uh, Club Brugge. En, uh, ik weet nog heel goed dat, ik, uh, ja, dat ze uiteraard de, de jonge gasten ontgroenen. Dus uh, was toen uh, Bart Buis, die samen mee, uh, met Bokje had afgesproken dat je Bart met zijn Hollandse accent mij zou opbellen. Vanuit een andere kamer. En uh, met de vraag van, ja, ik, dat hij een journalist was van het, uh, van het sportvoetbalmagazine. En uh, met een aantal <laughs> vragen, van, uh, of onder andere over, uh, over mijn tweevoetigheid. Uh, ik ik, ik meld mijn naïviteit. Uh, ben ik daarin gelopen en ben ik meegegaan in de vragen, ondanks dat ik op, zelf, op het moment zelf wel zoiets had van ik vind deze toch wel op, een beetje op de randje, die vragen. Maar oké. Okay. Uh, en als, om af te sluiten, stelde hij voor aan de telefoon ja, we um, zouden graag nog een foto hebben voor bij het artikel. Uh, zou het in de lobby kunnen komen? Want uh, ik, ik zit hier nu in de lobby... Uh, ik, zeg, ik dacht van ja, oké, okay, we zullen het vooral afmaken en uh, ik stond dan beneden in de lobby waar Birgit Verstraeten, Björn Engels, uh, Bokki en, uh, en Bart Buijs dus, uiteraard stonden te wachten op mij. Dat uh, ja. was hand maar wel een leuke, leuke anekdote. dan sta je voor, met, voor Jan met de korte ja. aan. Dat kan allemaal gebeuren. Uh, Jurgen, jij hebt ook, ik zeg net, uh, tegen Oli, Jestrovic, uh, noem ze allemaal op, Penza, company, Frutos. Mm -hmm. um, heb jij ooit geclashed met een van die grote buitenlandse persoonlijkheden? Maar als we dan toch bezig zijn over, over persboycotts. Uh, Frutos heeft ook een tijdje niet meer met ons, uh, met ons gepraat. Uh, ik denk dat dat toch wel een, een maand of zes geduurd heeft. Um, en dat en lag ook weer aan jou? En, wat, dat had ik in, in het begin niet, niet helemaal door. We uh, wisten de Argentijnen die naar Anderlecht kwamen, die hadden allemaal bijnamen. Ja. Uh, Biglia was Il Principito. Uh, Leiva was Il Negro, omdat hij de meest zwarte huidskleur had. Ja. En uh, Frutos was La Garza. En, maar Frutos was ook heel veel uh, geblesseerd natuurlijk. En dat was uh, wel, wel een probleem. En door veel contact te hebben met wat Zuid-Amerikaanse journalisten en, zo, en, en, en managers. Iemand had ooit eens gezegd: van ja, dat is precies een kadaver. En dat is blijven hangen. En Frutos was voor de honderdste keer geblesseerd. En ik had getiteld: Het kadaver ratelt weer. Ai, ai. Ja, inderdaad. En, uh, en maar toe... ik, had dat, ik had dat eigenlijk helemaal niet door. Uh, maar de volgende zes maanden gaf Frutos. Geen interviews meer aan Belgische, Belgische kranten. Tot, uh, ik denk dat het José Garcia was, die toen de Argentijnen begeleidde bij Anderlecht, zei van, ja, je moet misschien toch eens met, met Frutos praten. Het ligt misschien dus de toch... Andere kranten waren de dupe ook van u? Ja, ja, absoluut. Uh, Zo gaat dat dan, hè. Uh, maar Frutos <laughs> gaf wel nog interviews aan uh, Belgische tijdschriften. Dus hij had een interview met, uh, met Humo. En toen wist ik dat ik het door dat het aan mij lag en ik wou dat absoluut goed maken. Um, dus ik zat te wachten op Frutos uh, de, aan de receptie van het Van de Stokstadion toen nog. Uh, want Neerpede was ook nog uh, niet 100% toen. Um, en uh, Wilfried Mostings zat daar voor, uh, voor Humo die een interview wou met, uh, met Frutos. En ik leg dat uit waarom ik daar zat. En Mostings schoot echt wel in een paniek, want ja, die dacht van als dat hier uh, ja. over dat uh, onderwerp gaat, dan zal Frutos al in alle staten zijn en die <laughs> in zal een interview, een interview uh, dat, wordt, uh, dat wordt een ramp. En wat zei Frutos? Na een uur en een half wachten, want dat is ook wel de gewoonte op Anderlecht, uh, kwam Frutos, uh, kwam Frutos <laughs> uiteindelijk af. En ja, ik, ik leg dat uit. Hij begint daar echt een tirade af te steken. Van, maar ik, ik ben helemaal geen lijk. Kijk me hier staan. Uh, on va au cimetière. Uh, uh, we, gaan, uh, we gaan hier... Uh, uh, je, je zult geen graf vinden, niks. Uh, ik, ik sta hier toch. Uh, ook weer wel onder de indruk uh, alles uitgepraat. En wat bleek? Een week later in de Humo, heel de speech van Frutos over... Uh, over het, uh, het kadaver, tegen jou. Tegen mij stond het mooi in, uh, in de humo. Dus uh, dan had ik het zo wel goed gemaakt met, uh, met andere media ook. Hè. Ongelooflijk, hè. Eer, <laughs> uh, nog even Super Pro Ik moet het toch wel zeggen. Uh, Club Brugge heeft de laatste jaren voorsprong genomen op financieel vlak, sportief, dat soort zaken. Uh, Zien jij ze opnieuw de titel pakken? En ben jij nog fan van Club Brugge ergens? Ik volg het nog wel uh, iets, iets, iets meer dan andere ploegen. Ik ben uiteraard ook naar de wedstrijd tegen PSG gaan kijken, dus ik heb altijd wel een lichte voorkeur uh, voor Club Brugge. omdat je zo lang hebt gespeeld. Hoe, hoe zit je in die tribune dan? Hoe, hoe is dat? Want incognito, niet. Uh, het is ook nie als niet ook niet recht springen. Niet met een petje alsof... en een blauw nee, nee, ook niet overdreven, ja. maar ja, ik ken nog wel redelijk wel volk. Maar ik ben ook gewoon de eerste plaats voetbal liefhebber. Ik uh, ik ja. ervan niet om naar een mooie wedstrijd te gaan en ik ben blij dat ik er nog kan terugkomen. Ik kom nog altijd graag, maar ook niet meer als dat. Uh, ik denk dat Oli dat ook wel uh, dat snapt, als, als je zo lang hebt gevoetbald en je, je, je houdt soort van van het speeltje, dan ga je in eerste plaats gewoon voor de wedstrijd en voor de, voor de ambiance en voor de rest uh, denk je niet aan al die ja. andere dingen. CDK, um, we kennen hem allemaal, Charles, ik heet Laren. toekomstig Certitude Rode Duivels, Oli? Ja. Maar hij heeft één probleem. Hè. Um, wat is zijn beste positie? Ja, ik denk centraal dat dat wel duidelijk is uh, geworden. Zat nu, zoals hij speelde, als spits tegen uh, Ja, maar, maar, BNJ, dan Lucaco, maar dan heb je he? Lukaku. He? Ik denk wel dat hij nu in zijn moment voor die Nations League moet. Ja, misschien toch wel bij zijn. Kan niet samen met uh, Romelu? Kan ja, toch? maar Van Aken deed het ook. Ja, ja. Outstand, Daar dan achter misschien Kervende nog? De Bruyne, dan heb je Eden Hazard. Dat, dat wordt een beetje zijn, niet zeggen, probleem. Maar ja, ja. waar moet je hem zetten? Misschien op de flank? Daar heb je wel he? wat, wat mogelijkheden. Um, maar ja, Lukaku zal hoop ik zijn, zijn internationale carrière niet, niet hypothekeren. Maar ja, hij is outstanding, je moet er altijd bij zijn, je moet altijd uh, een keer invallen. Maar uh, waar moeten we hem zetten? Dat is een beetje te ja, hij Ja, ik denk het beste woord is misschien wel kwikzilver. Hij is flux in zijn bewegingen. Mm -hmm. het, is, het is vaak ook onvoorspelbaar, genialiteit zit er af en toe bij. Um, stel dat hij ooit een stap zet, dat zal ongetwijfeld uh, gebeuren. Wat voor competitie moeten we dan Wat denken we dan aan? Dat is moeilijk te zeggen, maar als ik hem zag spelen tegen PSG, de manier waarop hij overeind bleef tegen echt beren van verdedigers, dan uh, hij is echt wel quick maar hij staat ook gewoon stevig, stevig op zijn benen. Ja. Dus dan denk ik dat hij gewoon in elke competitie wel. Uh ook in een fysiek sterke competitie gewoon kan, kan ik hem, meedraaien. Ik heb hem live zien debuteren twee jaar geleden, tegen PSG in de Champions League. En als je hem dat vergelijkt met toen en nu, is hij enorm qua spiermassa en qua body 5, 6, 7 kilo bij komen. Dus zoals je zegt, hij is heel goed aan de bal, maar mensen vergeten ook dat hij ook... Hij gaat heel vaak diep, hij is ook heel balvast, hij is sterk in duel. Ja. Dus hij heeft heel, is een heel weinig dingen dat hij nee, niet ik heb, ik heb samen met... Uh, sorry voor het onderbreken. Ik heb samen met, uh, de, de wedstrijd met Laurens de Bok bekeken. En uh, ik begon met Laurens uh, een gesprek over, waar zien we de ketelaren? En uh, we zijn terechtgekomen, na, na een lange discussie, dat hij Muller moet vervangen bij Bayern München. Dat is voor ons, voor, voor ons de beste ploeg, denk ik. Muller is een beetje zijn stijl, zijn type. Ja. En ik Bayern München af, ja. is ook misschien wel een competitie. Dus na twintig minuten debatteren met Laurens de box hebben we erop uitgekomen dat dit voor hem de beste beslissingen ja, zullen. We willen hoog... bij Bayern. voor de goal kan opduiken zoals. Ja, we, zoals we hebben alle Mille competities eruit. afgegaan, alle spelers afgegaan, zijn stijl geanalyseerd. Want ja, ik kan ook praten soms over voetbal. En dat is onze conclusie. Ik voilà. denk ook dat hij die, die ruimte nodig heeft, die vrijheid nodig heeft om wat te kunnen bewegen. Hij moet aan de ja. bal kunnen komen, hij moet diep kunnen gaan. Inderdaad, bij Barry is dat denk ik ook op dit moment. Ja, dat is ook zijn competitie. Denk ja, denk ik ook, is, ook wel. Ik denk, Spanje, dat is iets te quick. De lichte voetjes. Uh, is... En de Premier League is dan misschien gewoon iets te fysiek. Voilà. Om dat af te ronden, hoofdstuk, Le Brugge-kampioen of niet? Uh, ik denk voor wel, maar hopelijk niet snel. Olly? Anderlecht kampioen. Natuurlijk. Oh, ja? Ik denk het wel. Oké. Okay. Um, laten we eens hebben over, over uh, ja, die, die zegetocht van, van de Kemp halen. Hè. Hoe gaat dat liedje van We komen met, uh, uh, we komen met de Vlo? <laughs> wij zijn van de Kemp, uh, wij zijn van Wisterlo. <laughs> <laughs> wij eten hier en wij komen met de Vlo. <laughs> allee, allee, allee. <laughs> en welk biertje drinken ze na de wedstrijd? Uh, weet ik niet eigenlijk. Maar die vlierenfluiter. Juist, Dat is toch traditie? Klopt. Dat is daar pleasant, hebben we hebben altijd een heel lege flesjes dan. Ja, en wij krijgen er altijd een, een assortiment kaasjes bij. Okay. Bij Westerlo. Daar word je heel goed ontvangen. Kom uh, daar heel graag. Daar krijgen we niks uh, van mee. Mooie club. Uh, Tuur, je doet het daar uh, ook, uh, ook bijzonder lekker. Hè? Uh, we hebben een fragmentje van uh, Tuur bij Westerlo. Kijk en luister mee. Tuur Dirks. Daar is vase. En daar gaat hij erin. En dan is het 2-1. Tuur Dirix met assist nummer 3 van het seizoen. Twee goals gemaakt in de competitie, twee in de beker. Dit kan dus zijn vijfde treffer van het seizoen worden in totaliteit. Zijn derde in de competitie. En de assistenkoning momenteel in 1B doet het. Tuur Dirks luidt misschien wel de comeback in van Westerlo in deze topper. Heb je nu koud zweet op de achterrug van Vierheid, Tuur? Ik deze... heb zweet, omdat het er zo warm is. Maar... Wat doet dat om jezelf uh, te, was was te zien? Is dat een racist met je linkse? Ja. dag daar. <laughs> het <Dat> is, <laughs> is, is wel grappig dat, je, dat sommige mensen. Ik weet niet wat ik <laughs> met meen nu, maar. Dat sommige mensen verschieten dat je, van mijn linkervoet soms zo. Nee, heb je die pot van Valleibergen gezien? Oh. Mechelen op Charoua. Ongelooflijk. Nee, maar. Uh, de koe bij de horens vatten. Er is geen Oazel, er is geen Union, er is geen Beerschot meer. Um, eigenlijk. Ja, als jullie de titel niet zouden pakken, dan ligt het aan jullie zelf, denk ik. Oh, uh, zoals gezegd, het is niet zoals vorig jaar een Union die er uh, met kop en schouders bovenuit stikt. Ik denk dat er verschillende ploegen zijn die, die de ambitie en, en de mogelijkheden hebben om op te gaan. Maar ik denk dat wij wel, wel absoluut ambitie hebben om, om, om te promoveren dit jaar. En uh, we zullen zien uh, hoe ver dat we komen. Maar uh, ik denk dat we inderdaad het meeste zelf in handen hebben. Ja, want off the record, uh, stel dat hier geen microfoon zou zijn, dan zeggen jullie dat toch gewoon tegen elkaar in die kleedkamer. Ja. Misschien wel. Jonas De Roek, Moment bovenop tafel, of niet. <laughs> hoe is het met die mannen? Het is wel, dus ik moet zeggen, het is wel aangenaam. aangename verrassing. Um, uh, tactisch En, en hoe dat we trainen en hoe dat we werken, die is uh, heel professioneel. Je um, voelt ook dat we als ploeg uh, dat we echt, uh, stappen vooruit aan het zetten zijn, dat we, dat we veel, veel vooruitgang maken op korte tijd. En dat iedereen ook uh, mee is in het verhaal. Dat iedereen weet, heel duidelijk weet waar men we toe is, wat er wordt verwacht. Niet te moeilijk, heel simpel. Maar wel als ploeg staan we er en ik denk dat dat ook wel blijkt in de afgelopen wedstrijden en de resultaten. Ja, tevreden met je eigen prestaties, persoonlijk succes? Ik ben blij dat ik, dat ik nu aan het spelen ben, maar ik voel dat er nog wel, wel marge op zit en ik, ja. ik wil die ook nog wel, wel benutten. Ja, we zijn er veel Ik heb altijd, zeg... ja, ik, heb altijd uh, ik heb veel verslagen gedaan van Oli, maar bij Tuur ook een aantal. Toen dat hij nog bij, bij Club Brugge speelde of bij Antwerpen uh, of bij Wasland Bever. En altijd zat ik te hopen dat hij de winning goal ging maken, maar ja. dan kon ik eens titelen Tuur van de Waarheid. <laughs> Het, Helaas is het nooit gelukt. Ey, trouwens, nog met, met ontbolsterd met Nicolas Storm er ook bij. Hè? Klopt. He. Hoe kijk je naar die zijn evolutie? Heb je die afwerking gezien van op de linkerflank Gelukkig. en dan met links, terwijl een ander zou, zou brosseren rechterhoek binnenkant rechts? Straf, hè? Ik, heb, ik heb van mijn veertien samen gespeeld. speel ik samen met, met Nico en ja. altijd een heel goede speel geweest. Hij had dat altijd bar. maar één probleem in de jeugd en, en tot, tot, tot op heden eigenlijk ook altijd dat hij moeilijk scoorde. Maar ja. sinds vorig seizoen en, en eigenlijk dit seizoen heeft hij, heeft hij daar een klikje gemaakt en hij uh, begint goos te maken. Dus ik uh, ja. ben heel blij voor hem. En hij is veel braver dan, dan jij, hè? Uh, weet ik niet. Ik weet niet wat, eh, wat... Zien, je, zien jullie die, die guitigheid? Als je met vuur babbelt, zit er altijd een vonkel ja, in die papa, ogen. Wat bedoel je, braver? Ja. ja, Nicolas is een heel brave jongen. Hè. Die neemt zijn rust. Die, uh... Wat doe jij ook? Nee, ik neem ja. absoluut ook maar rust. Absoluut. Ja, het wordt hier veel te serieus. We moeten oppassen. We gaan even er wat kampioenenverhalen bij halen, heer. Want um, jij kent de smaak van, uh, van promotie. Hè? Dat, uh... Absoluut. Hoe zoet is die smaak? Ja, dat is onbeschrijfelijk. Hè. Um... Zeker als er, als, er, als, er een, als er een ploeg is die er al een aantal jaren op wacht. Maak het even concreet. Ja, we zijn, uh, ik ben kampioen gespeeld met Antwerpen uh, in 2016, 17 denk ik, als dat klopt. En dat was toen 13, uh, 12 plus 1 jaar geleden, sorry. Uh... <laughs> ja, want het, het stamnummer van de, voilà. de concurrent is. Uh, beerschot weerschot uiteraard is 13. En wat is dat nummer? 13. Oké. Okay ik kan het eruit. 12 procent. Nee. Ja. Uh, en ik denk wel ja, dat, dat uh, voor heel veel mensen is, dat, uh, is voetbal nog altijd veel meer dan een gewone sport of een passie. Het is dat ja. een deel van hun leven. En uh, als je ziet hoe, wat voor een emotie dat, dat teweeg brengt, is dat. Uh, en maar, uh, tuur, dat is veel te serieus. Hoe was die busrit terug naar Antwerpen? Ik ken er niet veel meer van. Nee, uh, leuk. Uh, we zijn uh, onderweg moeten stoppen omdat je uh, nou, drie kwartier het bier op was. Ah, ja. Dus ze stop moeten maken op, uh, op, een, uh, op het. Uh, wacht, Beervelde, denk ik de. de... Je zat toch geen beelden van op. Weet je wat je toeval wil? Um, ik moest ook werken op die wedstrijd, op Schiervelde. En ik dacht, ik rij naar huis. Ik moet eigenlijk dringend naar het toilet. Ik zie er allemaal rode lampen en combis en toestanden. Ik stop dus op een plek, waar toevallig ook de Spelersbus uh, zit. Ik denk, ik trek mijn slimme telefoon. Want God weet, wie komt hier voorbij gestapt? En Kijk eens even mee wat er toen gebeurde, <laughs> eigen beelden. <tie> 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 Voor degenen die uh, alleen audio hebben, uh, wat hebben we gezien, uh, Olly? We zagen Tuur met heel bier. Ja, met een heel paar sixpacks. Ja. Klopt het, maar het, dat die, die sixpacks aanvankelijk ontvreemd werden? Ja, het mooie vooral is dat, je, dat ik, ik, ik had inderdaad die, die ik had de biervest en er waren nog een paar. Um, en dan komen de bus en we vertrekken terug. En we um, vragen elkaar: ja, dat is goed. En wie heeft er betaald? Ja, hij heeft betaald. Maar ik heb niet betaald. Die hebben, ook niet. Dus uiteindelijk heeft niemand betaald. Dus we moeten gaan recht daar voor die ja, ja, ja. fantastische pak. Maar dan de dag nadien, dan word je natuurlijk wakker. En dan denk je, het is goed geweest. Ik ga nu op het terras een koffietje drinken en een coupe Brazilien. En gedaan, hè? <laughs> ja normaal mensen wel zeker maar ik, ik heb, Wat heb een jij gedaan? ik had, uh, een wetenschap, wetenschap ik had met Joffre Hermans altijd een goede vriend van mij chauffeur Noord bedoel door inderdaad uh, met hem afgesproken als we kampioen zouden spelen dat we een week uh, niet naar huis zouden gaan een week <laughs> uh, dus we hebben eigenlijk een week kijk, kijk naar die blik elke, van Oli we, we hebben eigenlijk een week elke dag uh, een, een, een plaats gezocht waar we ons konden uh, ja, amuseren. amuseren. kom som even op dus we, zijn, we, zijn, uh, we zijn zaterdag begonnen in de villa. Uh, zondag zijn we naar Carré geweest. Uh, maandag, maandag. Maandag zijn we naar uh, Overport geweest in Gent. Oké. Okay. Dat er op maandag heel weinig op was. Dinsdag, mardi. Woensdag opnieuw Overport, want dat viel wel mee maandag. <laughs> uh, uh, donderdag zijn we naar uh, Red and Blue geweest. Uh, vrijdag, Exo. En dan uh, hebben we zaterdag de cirkel rondgemaakt in de villa. Opnieuw. Dus ja, uh, Mooie reclame. Respect hè, uh, voor zoveel uitdagingen. Ik, ik moet wel zeggen, dat ligt wel, die periode ligt wel achter, maar dat kan nou. ik niet meer. Hè. Ja, Oli heeft natuurlijk 325 titels gepakt. Het scheelt niet veel. Wat is jouw meest memorabele manier? niet van de glorie en we waren tevreden het was onverwacht. Maar naast de feiten. Hè? Dus die, die wedstrijd is voorbij. De nacht begint, of de volgende ochtend, whatever. Wat is je bijgebleven? Goh. Ja, daar ben ik hier op. Uh... Uh, Gilles een appartement beland zijn, denk ik, na een titel. En dat er uh, een minister uh, eigenlijk DJ was. Wacht, <laughs> een minister die toevallig ook DJ met zijn voornaam heet? Of? Well, eigenlijk, is, die mensen niet verkeerd. Dat was uh, Engels, minister Engels. Ah, ja. Die was DJ aan het spelen. Dat was, was voor mij echt een unieke belevenis. <laughs> was echt... Was uh, het muziek en, uh, of niet? Uh, ja. ja, echt hedendaagse muziek ja. en uh, dat is zo'n beeld dat mij bijbleef. En, uh, ja, dus, uh, meneer Engels, dus uh, misschien kunnen we hem boeken of zoiets ja. voor de volgende keer. Uh. Dus, uh, beetje dat beetje Urban RB. Ik al, dat vond het supercool dat hij dat daar was op het appartement en er was heel veel volk. En, en, en ik zag dat ik was er aan het kijken naar die, die muziek, wie is er daar aan het draaien? En, meneer Engels. Ja. Goed, en jij wordt wakker de volgende ochtend. Het was altijd carrière. Aan de recht, de titels, uh, dat, was altijd, dat werd altijd gevierd in de carrière. Ja. Oké. Okay. Goed, dan gaan we het hebben over uh, ja, het parcours van Ronald Koeman en van Barcelona Internationaal Voetbal. Vier minuten komen erbij. Kijk eens aan, nummertje. En nog. En nog. En nog. En nog. Het is echt het rugnummer dat het hem doet. Anso Fatti de terugkeer na tien maanden blessure leed. Wordt de lucht ingestoken. Ze rontreest een comeback, wordt gevierd op de tribunes. Maar zeker ook op het veld. Wat een moment. Ja, de goal van Ansu Fati, uh, tegen Levante Barcelona. Er waren er lachende gezichten in kamp. Nou, welkom trouwens, Koen Frans. We kennen jou van de gezet van Antwerpen van de Coqueta-podcast. Uh, zeer warm aanbevolen over het Spaanse voetbal. Dat doe je met Michael van Vadenberg, onze collega. Uh, ik zag Ansu Fati na, na dat doelpunt. Ik dacht, die gaat heel het stadion een hand geven. Die zocht zijn uh, familie ook op. Ja, eerst de dokter, denk ik. Die ja. hem uh, tijdens de revalidatie heeft begeleid. En dan ging hij nog naar zijn familie en, uh, hij was heel dankbaar, denk ik, voor alles wat er... Ja. De voorbije maanden dat de club zoveel in hem heeft geïnvesteerd, blijven geloven, nu dat rug nummer 10 gegeven, nu Messi weg is, dat is toch allemaal niet evident. En, uh, ja, hij mag dan een kwartier invallen en hij scoort zo'n doelpunt. Ja. Dat is het sprookje voor zo'n zo jonge gast. Ongelooflijk. Gooi het even in de groep. Barcelona, het instituut, de club. Wat hebben we daarmee? Tuur. Maar ik ben sowieso een realman, dus voor mij is dat moeilijk. Oei. Oei. Maar ik, ik heb altijd wel sympathie had voor Barst, de manier hoe dat ze voetbal. Taka voetbal is, is, is allee, dat is gerenommeerd en dat is dat heel hard bekend. Ook de spelers die er de afgelopen tien jaar of 15 jaar zijn geweest, is fenomenaal. Maar je voelt toch als je, als je ziet wie dat er vertrekt, een uh, Suárez, een messi en wie dat ze dan in de plaats halen, dat het toch niet meer is wat het is geweest, en dat er de laatste jaren ook te weinig spelers zijn doorgebroken wat hun uit La Masia wat eigenlijk hun altijd hun handelsmerk is geweest dus ik denk dat daar vooral het, uh, het probleem lag en, en ligt ja Oli ja de beste spelers gaan ook niet meer naar Spanje dat is ook wel een, een trend dit jaar al van vorig jaar eigenlijk dus um, ja het is um, zoeken voor, voor beide ploegen ploegen eigenlijk Real Madrid en Barcelona tegen ik. gespeeld Barça uh, nee nooit jammer nee. nog tegen Real Madrid wel ja. Dus, um, ja, het is um, tijdperk na tijdperk Messi. Ja. Wat, wat zal het geven? Als je ziet dat ze dan Luc de Jong halen, <laughs> dan heb ik daar ook wel een beetje mijn twijfels. Ja. Dat is wel waar. Ja. Hè? Dan is de spoeding al wel wat... Met alle respect natuurlijk moeten we dat zeggen. Ja, met alle maar... respect, is een goede speler. Ja, want... Is dat Barcelona-materiaal? Nou. Vijf jaar geleden was dat niet in de plannen voorgekomen wellicht Ligt Koen. Nee, toen ze met Suarez Neymar maar Messi speelden, ja, had je niet gedacht dat het nu nee. ja, Depay, Luc nee. de Jong en uh, ja, Ansu Fati zou zijn. Maar pak hem eens beet, de horens. Er wordt veel gezegd over uh, de loonlast die er was met Messi, de financiële perikelen, dat Barca nu eigenlijk een vrij bescheiden kleine club is, relatief qua financiën daar. Is op op dat budget? waar? Ja, ze draaien op een budget van, uh, van de middenman in de Premier League nu. Ze, ze moeten die loonlast naar beneden krij krijgen. Dat, ja, dat zijn heel strenge reguleringen vanuit de, vanuit de Spaanse overheid. En, en ze hebben boven hun stand geleefd en jarenlang. En daardoor is de val nu des te groter. Moeten ze Messi laten gaan? Moeten ze een aantal spelers laten inleveren? Of ze krijgen die nieuwe spelers niet eens ingeschreven uh, om te laten meespelen? Dus dat is wat er ook nog volop aan het gebeuren is. Je hebt al Piqué, Alba hebben al ingeleverd. Nu zijn ze bezig met Sergi Roberto. Allemaal gasten die ook ja, in het zocht van Messi heel veel verdiend hebben. Misschien meer dan dat die gasten ja, individueel zouden mogen verdienen. Maar ja, die werden allemaal mee naar boven gezogen door Messi, die een exuberant loon had. Al die gasten krijgen ook een navenant loon, maar dat ja, boven hun stand geleefd. En nu moeten ze puin ruimen en dat gaat lang duren, denk ik. Ja, jij zat er heel dichtbij. Hè? Je kon hem bijna in het wit van de ogen kijken, Messi. Je bent gaan kijken, Tuur, tegen PSG. Klopt, ja, Dat was de tweede keer dat ik hem live zag. Ik heb hem ooit... Uh... Ik heb ooit de laatste Classico waar Ronaldo en Messi samen op het veld hebben staan. en heb ik live bij gewoond in, in Bernabeu. Dat is de wedstrijd waar Messi de truitje zo. Um... Iconisch. Ja, inderdaad. Uh, ja, het is leuk om die weg te zien. Maar ja, het, is, het, is, het is ook raar om, om in een ander shirt als, als Van Barça te zien. Ja, Dat blijft bizar, Olli. Messi. Ja. Ja, absoluut. Maar hij gaat wel naar de perfecte ploeg, denk ik, voor zijn kwaliteiten. Dus uh, ik zie hem niet echt in Engeland bezig. Ik, of, ik zie hem ook niet echt in Italië. Maar PSG was eigenlijk wel op zijn lijf geschreven. Dus het is niet zo moeilijk aanpassen, vind ik, als ik hem bezig zag. We ook omringd door spelers die hem begrepen. En het gaat wel loskomen, denk ik. Ik denk dat hij nog, nog één doel heeft en dat is zoveel mogelijk prijzen pakken. Het record, denk ik, staat nu op naam van Dani Alves. Mm -hmm. Als hij er nog drie of vier pakt, heeft hij het. Ja, in Frankrijk heb je een zekerheid, denk ik, op... Een beker, waarschijnlijk de titel. Ja, dan gaat hij snel Dani Alves inhalen als de meest gelauwerde speler ooit. Wat moeten we nog weten over de situatie met, met Koeman? Hè? Die zei ook, oh, dankzij mij heeft deze club een uh, toekomst. Ja, Nadien werd er niet meer zoveel gewonnen. Eigenlijk. Dat waren zware, dure woorden. Ja, blijkbaar een beetje uit de context getrokken. Dat was bij de NOS en dat werd dan opgepikt in Spanje. Heeft nog eens in Azerbeidzjan vertaald via Mongolië, dan ja, nog eens via Rusland. Hij zei eigenlijk, of het kwam erop neer dat de, hij de jeugd een kans geeft. Dat hij daarom bekend staat, dat hij dat ook wil doen. Noodgedwongen. Uh, noodgedwongen in, in dit geval. En dat, de, dat Barcelona daardoor kan denken aan de toekomst. En dat met een trainer als Koeman, uh, een, een, een trainer er nu is, die kansen geeft aan die jeugd. Uh, ja, die ene quote wordt dan uit de, uit de context gerukt. En, uh, ja, die gaat hem blijven achtervolgen. Zoals hij alles wat hij nu zegt, hem blijft achtervolgen. De voorzitter Laporta moet eigenlijk al maanden niks meer weten van, van Koeman. Hij is ook al volop aan het onderhandelen met, met een opvolger. Het is eigenlijk gewoon wachten op nog eens een paar slechte resultaten. om hem eindelijk buiten te kunnen shotten. En dan, dan zal er wel een nieuwe trainer komen. Ja, uh, Atletico komt eraan. Cruciale wedstrijd, misschien wel. Voor Koeman? Ja, ja, ja waarschijnlijk. He, ze bij Benfica in de Champions League uh, deze week ja. uh, op verplaatsing. Na de thuisnederlaag. Ja. Zware thuis, Nederlaag tegen Bayern zal het misschien tussen Benfica en Barça gaan voor de tweede plaats. Dus ook daar is een belangrijke match. En aan Atletico, ja, het is nog niet dat hij fantastisch voetballen. Maar als wel de uitredende kampioen, ja. moet hij wel ook een resultaat tegen kunnen halen. Als die twee matchen nu deze week niet goed aflopen, dan, dan denk ik dat hij in de interland break, als het Nations League is, dat hij wel uh, ja. ontslagen zal worden. Welke ex clublegende misschien van de club zie jij het meest waarschijnlijk om ooit in die dugout te kruipen bij Barça? Ja, de naam die nu het Chavi. meest genoemd wordt is Xavi. Ja. Ja. Uh, hoewel de voorkeur van Laporta uh, Roberto Martínez is. Ja, toch, dus ja. Hoe dat... zit dat eigenlijk? Is daar nog nieuws over? Want Martínez houdt dat wel wat, wat af. altijd, Ik kan er niks over zeggen. Ja, dat is grijpelijk, logisch. Hè, als je nog Nations League speelt. Ja. Maar is... Zou, dat een... Zou, dat... Zou dat werken? Denk ik? Zou dat een match zijn? Dat weet ik niet. Wat denken jullie, Roberto Martínez bij Barcelona? Kan dat? Moeilijk. Ollie? Ik weet het niet. Ik denk, je moet ook wel een beetje politieker zijn als je trainer wil zijn van Barcelona. Ja. Koeman zorgt heel veel aandacht naar zichzelf. Hij heeft een ego, uh, ook gezien zijn verleden als speler daar natuurlijk. Martínez heeft dat minder. Ik denk dat hij meer zichzelf in de schaduw zet en ook zijn spelers beschermt ook wel goed kan overleggen met de Het is wel een voordeel dat je nu naar Barcelona gaat als nieuwe trainer en dat je niet hoeft kampioen te spelen. Dat is wel het voordeel. Oh ja, ja. Dus ja, ja. vorig jaar had je Messi en dat was genoeg om te zeggen van wij willen kampioen spelen, maar nu ja, het zou eigenlijk niet slecht zijn. En daar mag je het woord geduld wel gebruiken, <laughs> denk ik. Wat ik niet vind bij handen Dus dat is eerst Iniesta, in Xavi, nu, nu Messi. Het is echt wel... Ja. Terwijl, nu moet je echt geduld doen. Ik wil er even iets, iets persoonlijks uitpikken. Of iets, iets uh, triviaal, zeg maar. Het feit, Messi, wereldster. Ik wil dat even op jullie uh, projecteren. Um, dat is natuurlijk van, het, van een iets ander niveau. Maar toch, jullie worden ook herkend op straat. Messi, ja, die kan niet gewoon met zijn, met zijn, uh, met zijn madame gaan winkelen naar buiten. Dat moet allemaal opgepaste tijden of iets afgehuurd worden. Die, die, die mannen hebben eigenlijk nog amper een leven naast het voetbal. Hein, zonder bodyguards. Ronaldo heeft dat ook. Heel veel andere sterren hebben dat. Um, werden jullie eigenlijk vaak erkend op, op gênante of op, op vervelende momenten? Ah, dat denk, je het niet verwacht. Ik denk dat jullie daar waarschijnlijk meer last van heeft. Maar oh, ja, moet het er ook ooit gaat hebben. Maar ik moet zeggen, ik heb er, wel, ik heb er ook wel uh, periodes, nog steeds af en toe, last van. Maar ik heb daar uh, een aantal jaar geleden wel een klikje gemaakt. Ik heb zoiets van: ja, dat hoort er wel bij. Ik, ik, ik stoor me daar minder aan. Ik, ik zie dat wel, ik merk dat wel op, maar ik, het is net dat ik daarmee mee, bezig hou. Maar ik voel wel dat ik uh, mijn vrienden, familie of mijn. Mensen die me nog niet zo lang kennen, ergens ben, dat die daar wel aan storen of, of dat het in dat opvalt en dat dat voor hen wel aanpast is. Want je hebt altijd vaak het gevoel dat je wordt bekeken, hè? je wordt een beetje onder een en dat is moeilijk omdat uiteindelijk, wij zijn voetballers of we hebben gevoetbald, maar wij zijn uiteindelijk ook gewoon mensen die ook graag een keer buiten komen, een keer iets doen met vrienden, een keer uh, iets drinken, een keer iets eten, ergens zijn waar daar mensen samenkomen. Uh, mensen gaan er altijd vanuit dat wij, dan, uh, dat wij um, een publiek verkeer zijn en dat we altijd en overal ter beschikking moeten staan voor hun En dat is soms wel moeilijk. Olli, Ja, vooral festivals. Hè. Ik heb nu deze zomer veel festivals gedaan. En, uh, ik wil niet arrogant zijn of een dik, dikke nek uithangen, maar ik moest wel heel veel selfies pakken. Dus, uh, ja, ik doe dat wel met plezier, maar, maar soms wil je ook een keer genieten van, van, van je vrienden of van de muziek. En, maar het gênantste dat ik meegemaakt heb, is als ik, als ik ribbetjes zat te eten. Ik was dus volop ribben en thee, dus met de handen. En je weet, als je ribbetjes eet, dan, dan zit er van alles tussen je tanden. Zit er, zit je mond zit er helemaal vuil. En die mens, in plaats van te wachten tot ik klaar was, dat ik mijn mondje had afgevicht, tijdens dat ik ribben zat te eten, hé, hey, mag, mag ik een selfie pakken? Dan ik zoiets van, ik zat daar zo, met ribben tussen met tanden, met vlees van. van. Ja. En toen heb ik wel gezegd, meneer, nee, een beetje respect alsjeblieft, met mijn mond vol ribben. Uh, allez. En dan, dat is meest gênant. Maar voor de ja. rest, dat allemaal met plezier. Ik weet ook, ja, weet dat ook. Het zijn niet allemaal supporters, hè. soms... Wordt je eens nageroepen, oh. een supporter van Club Brugge die eens die, die, die is, die, die is naroopt. Maar oké, okay, dat is het. Maar dat is niet te vergelijken met die gasten, nee. met Messi en Al. Ik zou niet willen wisselen met hun. Uh, voor een geld, van nee. geld zou ik willen wisselen. Die, nee, als je leven toch die, op je pauze gewoon. Je begint leven. Hè. Onwaarschijnlijk, hè? Mm. Ja, dat is wel zo, Akoen. Dat is een. Uh, er is er dat moet een zwaar zijn. Word jij vaak. Ja, maar hey, nee. We het ja, er straks maar... over hebben. Jij hebt ook een scherpe mening in de krant. Schrijft wel eens een column. Tegenwoordig gebeurt het Ben jij ooit met mij belaagd, belaagd door spelers of bestuur? Terwijl ik even. Praat jij even door over hoe jij belaagd wordt? Want ik ben. Ja, Zette Witte toch? Keer met. Wat was dat Beerschot? Mechelen? Witte is ooit. Ik moet even is... iets pakken voor Tuur. Praat jij even door. Ja hoor. Uh, Zette Witte is ooit iets verhaal komen halen aan een Beerschot KV Mechelen. Dat is voor die bij die titel. Uh, <tieding> er was er nog eentje overgebleven. Dat uh, stond Dankjewel. nog bij de bus. six Sixpack ja. dus aan. Gisteren had, het gisteren een match gehad, Ik heb vrijwel match. Uh, Jonas, maar vertel. Uh, maar Jurnes ook ja, okay. Ik heb Sixpackje erbij. Ja. En dat was ik een heel, uh, aanboren. Uh, ja, heel intense uh, promotiestrijd tussen KVM Mechelen en, en, uh, en Beerschot Wilrijk nog denk ik toen. En, um, ja, 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 had geschreven dat. Ja, dat, dat het het moment was om KV Mechelen te pakken ja. voor Beerschot Wilrijk. Ik ben dan de volger van Beerschot uh, Wilrijk in de krant. En hij kwam, het was aan 0-0, met drie rode kaarten. Het was echt een bitsige match. En na de match kwam hij uh, verhaal halen, omdat hij vond dat ik dat niet had mogen schrijven. Of zoiets, ik weet het niet meer goed. En, um, oh, wie is Koen Frans? Ik ja. stond daarbij, denk ik. Zo, zo, kwam, zoeken, zo kwam hij in de ja. mixzone, want hij kende mij natuurlijk ja. niet. En hij kwam in de mixzone en dan uh, zei ik, ik, ik ben Koen Frans. En dan kwam hij naar mij om, om verhaal te halen, dat dat, 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 dat artikel dat, dat, beneden al een pijl voelt. Maar ja, dat was, op dat moment er was er weinig te doen aan KV Mechelen. Die waren echt wel de betere ploeg of de beste ja. ploeg in, in EMB. En, en voor Beerschot was dat een kansje om ze eens, eens een keer pijn te doen. Dat is die dag niet gelukt. En dan, uh, dan had ik dat geschreven. Maar uh, achteraf heb ik hem... Uh, nog wel gezien, ik heb hem ook uh, dat jaar zijn ze dan kampioen gespeeld, KVM, de beker gewonnen. En dan heb ik hem ook wel een berichtje gestuurd en zo. En dan vond hem dat eigenlijk allemaal wel achteraf plezant ja. en voor te lachen. Maar toen was hem echt wel kwaad. Het woord is gevallen, Beerschot. Jongens, die start, onwaarschijnlijk, hè. rode kaarten opstapelen. Ja, jij zit er bovenop, hè. Komt dat nog goed? Uh, ja, hoe langer het duurt, hoe minder dat... dat... Het is wel nog lang, hè. Er zijn nog... Ik heb het eens berekend. Wat is het? Nog, nog een 75-tal... Uh... Punten ja, te vergagen op 25 wedstrijden, ja. maal drie. Ja, maar ze gaan toch al 30 op 75 of ze moeten pakken, denk ik, om niet ja. te blijven. En dat is maar gezien met de omstandigheden. Missie terugkomt, Jan, weer wat meer mogelijkheden voorin. Ja, maar die hebben ook al meegespeeld. Hè. Die zijn ja. al fit geweest. En ook met hen erbij werd er ja, elke week verloren op, op de match op Gent. Nou, daar hebben ze een punt gepakt, maar voor de rest alles verloren. En het is elke week iemand anders die een, een individuele fout uh, begaat, redelijk vroeg in de match meestal nog. En als je dan 85 minuten achter de feiten moet aanlopen, dan, dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja, zei uh, een... Uh, een well, extreem reventeur. Uh, <laughs> oh, die nu bij Top Os zit, trouwens. Uh, ga je met lood in je schoenen als watcher naar je club toe die het uh, zo slecht doet op dit moment? Nee, nee ik zou niet weten. Nee, ja, dan, dan, dan zien ze je komen natuurlijk. He? Daar is hij weer. Ja, maar al wel valt het nog wel mee. Qua, qua sfeer, ik spreek deze week Tom Pietermaat. Mike van Amel wordt vaak naar de mixtoon gestuurd, omdat hij ja. het meestal wel goed kan uitleggen. En, en ja, het is niet dat die ja, iets, iets tegen de media hebben, of, of niet meer willen spreken, of, of ja, er niet meer in geloven. Uh, ik weet, ja, ze moeten dat natuurlijk zeggen, want als ze nu zouden zeggen ja, het gaat niet lukken dit seizoen, ja. dat zou wel helemaal belachelijk zijn. Maar ik heb het gevoel dat die er echt nog in geloven. Dat, die echt oh, maar dat kan iets... ook nog, er is nog keiveel punten ja, te ja, tuurlijk, Ik denk dat de veilige plekken maar zeven ja, echt punten of acht geloof. punten weg zijn. punten staan ze achter op de voorlaatste. Zeven, ja. ja zeven. Olivier, wat denk je? Maar ik heb in die situatie gezeten met er Eens dat je erin zit, is het wel heel moeilijk om uit te geraken. Maar bij Zotewaardem zat ik er vorig jaar ook in. In oktober hadden we zes op 35, we stonden voorlaatste. En je moet eigenlijk maar twee of drie keer naar elkaar winnen en, en je bent vertrokken. Dus de, de die klik kan, kan heel snel gebeuren. En, en we zijn nog op, op IJZO na zijn we nog, nog vierde geëindigd vorig seizoen. Dus een, als die bal begint te rollen, dan, dan kan het heel snel gaan. Maar, maar het moet wel, het moet wel uh, een van de volgende weken zijn. En, en liefst tegen een rechtstreeks tegenstander. Want als je hun programma bekijkt, uh, het, is, het is echt uh, vijf voor twaalf, denk ik wel. En ze hebben nu Leuven. Hè? Ze hebben ja. nu Leuven. Leuven is de ploeg die, die voor staat. Als je die verliest, dan komt het op, kom op tien punten. Ja. En de ploegen die daar staan nu, buiten zijn rijden en Cirkelen, zijn alle ploegen die daar staan in hun buurt, zijn ploegen die normaal gezien naar boven uh, moeten kijken. Denk ik ook, ja. Dus ik geloof ook absoluut nog in. ik denk wel dat er zeker nog iets Mogelijk is, maar hoe langer dat, dat duurt, die eerste overwinning, hoe meer twijfel er komt. Ik heb ook een beetje in de situatie zitten met Wassland-Bever en eens dat de twijfel niet goed komt, is het, is het, is het gepasseerd. Dan was jij wel echt... de redder in nood, hè? Toch veel gescoord of niet? Pff, veel, af en toe, maar we zijn toen nog wel gered geweest door, door het coronavirus. Corona ja. Gered? <laughs> ja. Corona ja, we moeten zeggen zoals het is, ja We hebben die laatste wedstrijd tegen zijn, we hebben niet, niet moeten spelen. En daardoor uh, zijn ze via de rechtbank en zo zijn ze toch, uh, ja. erin kunnen blijven. dus stond Mark Varens nog op jullie shirt, sponsor. <laughs> Ik kan dat, weet ik niet. Nee, ik weet het niet. Maar zeg eens even, Olly, je zei ik zat bij Lokker in, in die, uh, ja. die problematiek van degradatiezorg. Wat doet dat met een kleedkamer? Is er dan ja, dat is achterklap, hè? grimmigheid? Oh, alles, alles. Het is Geef een het voorbeeld. Van iedereen. Ja. We hebben drie trainers gehad, of, of vier trainers. Uh, iedereen lag in, in, in ruzie met elkaar. Was de, de, ik denk nog, de kinesist lag in ruzie met de hoofdkinesist. Uh, de assistenttrainer lag, lag in ruzie met, met de hoofdtrainer. Die is dan ook weggegaan. Die heeft dan uh, even overgepakt. De keeperstrainer. Ik ga de namen allemaal niet noemen, je moet ze allemaal maar opzoeken. Wie de dat? was de ook met de hoofdteinen, die moest dan ook vertrekken. Die werd dan technisch directeur een maand later. Ik zou de namen willen opplakken, maar ik ga die mensen dat ook allemaal niet nee, aan. Maar de, maar geef één en... voorbeeld van hoe dat uit de hand kan lopen. Zo die stress. Alles hangt af van winnen en verliezen. Als je heel slecht speelt en je wint, dan ben je de beste. Als je, als je heel goed speelt en je verliest, blijf je de slechtste. Dus alles hangt af van, van, van winnen en verliezen. Moet je dan een dubbelpaar schijnlappen hebben opnieuw? Nee, maar Maas deed het goed in het begin, maar we wonnen niet. Soli had toptrainer heel veel van geleerd. We speelden redelijk goed, maar we wonnen niet. Dus, dus dit, soms ligt het niet aan de trainer. En uh, soms moet die bal rollen. En een keer een rode kaart uh, bij beerschot. Of een keer tegen de paal. Binnenkantpaal paal laatste minuut dat je goal tegenkrijgt. Uh, ik heb het zoveel gehad. En als je daarin belandt, dan, dan wordt het moeilijk. Eén bijvraagje: heb je ooit de shadow game uh, beleefd met de Tronzoliet? Dat hij uh. uh, tot zoveel toe deed. Prachtige trainer trouwens. Bijna dagelijks. Heb je ook tegen paspoppen moeten voetballen? Paarse poppen. Paspoppen. paspoppen. Etalage poppen. Dat deed hij bij Gent wel eens. Soms zonder tegenstander, soms tegen ondertal-overtal, ja. soms gewoon tegen paspoppen. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb veel geleerd van Solliet. Uh, tot het uh, ergerlijke toe, uh, Shadow Games passen aan elkaar zonder tegenstander. Maar ja, hij, had een, hij heeft een filosofie en uh, met veel centers, een grote spits die, 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 die scoort, maar we hadden geen grote spits en we hadden niemand die ja. center kon geven. Dus dat, was dat was eigenlijk heel moeilijk voor de Vos Soliet en uh, een beetje pijnlijk eigenlijk. Ja. Goed, heren, we gaan, we gaan bijna afronden. Koen, wat wil jij nog kwijt, uh, sowieso over Barcelona en de nabije toekomst van die club? ja dat het, dat het nu voor de supporters van Barcelona wel ja, hoopgevend is dat al die jongeren zei het, weinig spelers van La Lamassia maar dit weekend uh, het middenveld was Busquets, uh, Gavi en, en Nico twee van die ja, twee tieners die daar ineens mee op dat middenveld staan Ansu Fati is nu terug. Het linksachter hadden die DNA Alejandro Balde. Er zijn er terug aan het komen en die kunnen allemaal wel voetballen maar geduld en tijd zal, zal nodig zijn voor die en ik kan ook niet zeggen dat dat een nieuwe Xavi's of Iniesta's gaan worden want die nee. waren absolute wereldtop maar als die maar een fractie van dat niveau kunnen halen en het publiek aan zich daar terug mee vereenzelvigen dat daar zes zeven gasten van La Masia in de basis staan dan denk ik dat de toekomst van Barcelona nog wel rooskleurig is, maar de komende jaren verwacht ik er eigenlijk niet superveel van. Nee, uh, Ture en ik stel voor dat jullie eens uh, een afspraak maken om wat te paddelen samen. Misschien niet de PlayStation, want dan ben je beu, Olly. PlayStation. Ik heb hem terug aangesloten in de corona, uh, maar het is vooral Call of Duty, een oorlogsspel, omdat dat voor mij een sociaal gebeuren ook is. Ja. Dus uh, ik zit dan in een, in een clan, like dan ze dat noemen, of zoiets, met, met, met vier, vijf vrienden. Alsof je het niet kent. Ja, het is gewoon een oorlogsspel, maar we zitten eigenlijk niet over het spel, maar we zitten gewoon te communiceren met elkaar, het ja. sociaal te doen. Voor mij was dat een sociaal aspect. Hè. Zeg, noem eens één speler van uh, Wolverhampton Wolves waar je liever niet tegen speelt op de Playstation. Leander. Maar dat is FIFA, hè. Maar Leander is veel te goed in FIFA. Dat is iemand die ook alle dagen... FIFA speel ik niet meer. Ik heb jou een paar keer getrashed, heb ik gehoord. Ja, die heeft zo van die tricks zo met de achterkant van zijn... Bakske. Ja, dat is ongelooflijk. Hij kon die bal gewoon niet afpakken. Ja. Schrikkelijk. Ik ga nog eens tegen hem spelen, want ik, uh, ik heb hem even niet meer gehoord. Ik niet, ga niet blij zijn dat ik dat nu ga zeggen, maar in de Nationale ploeg, als we 14, 15 jaar waren, dan speelden we regelmatig als we weg waren dan heb ik hem wel regelmatig geklopt. Ja, ja. Uh, uitsmijter. Uh, om af te ronden, Olly. Je hebt 121, denk ik, of waren het er 335, dat weten we niet meer. Linksback bij Anderlicht de vernieling in, uh, gevoetbald. natuurlijk. Je overleefde ze allemaal. Ik, heb, ik wil het toch nog even snel doen. Ik, ik som er gewoon drie op. En jij zegt het eerste wat je te binnen schiet, maar het mag kleurrijk zijn. Dus niet, niet te veel in de vorm, denk ik. Denken. Onvoorbereid. Hè? Ja, onvoorbereid. Um, wat, waar gaan we mee beginnen? Met um, Jan Lesjaks. Jan die kan ik eigenlijk niet veel zeggen. Dat was een brave jongen. Uh, die, die kwam in de ploeg omdat ik gekwetst was. Oké. Okay. Ja. Uh, dat is eigenlijk en uh, geen ander. We zijn vlak op. <laughs> die werd gekocht om mij te vangen. Het is hem niet gelukt. En die is dan rechtsbak geworden. Fabrice Heret. Uh, die werd gehaald als mijn doubloure. Die was oké, okay, maar... was eigenlijk... Mm, pff, ja, dat was eigenlijk niet goed genoeg. Ja. En om af te ronden, Berang Safari. Hoe fanatiek dat een, is dat ooit een, een geworden? Ja, dat... Uh, dat was, we hebben heel veel ruzie gehad. Uh, ik ga niet zeggen dat we beste vrienden waren, dat was echt wel 50-50. Ik heb uh, dat seizoen uh, gestart, uh, mijn plaats verloren en hem door een blessure. Hij is erin gebleven en weer omgekeerd. omgekeerd. Eigenlijk hebben we gewoon 50-50 gespeeld. En uh, dat was eigenlijk wel mijn, mijn moeilijkste tegenstander. Hij was heel snel. Hoe ver ging die concurrentie? Hoe fanatiek werd Op een bepaald moment echt niet meer sprake tegen elkaar. Omdat de trainer ook, het, het wist het niet meer: de trainer. Hij was die ook bron. Zweedse aan International Safari. Hij was echt goed, heel snel. Het uh, kan niet zijn dat ik traag was, maar hij was iets sneller dan mij. En uh, ja, de trainer wist het gewoon niet. Hij zette hem uh, zonder mij uitleg te geven en omgekeerd ook eigenlijk. Dus, uh, was dat Van den Brom? Ja, Van den Brom was dat. Hey, die liet het. toch altijd zo, zo één tegen één af en toe is uh, om de spelers dus even scherp te zetten. Maar die nee. zal jullie dan nooit in elkaar hebben laten nee, verballen? Nee, nee. Dus, uh, ik heb met al mijn concurrenten heel goed overeengekomen. Van Damme, ja. noem maar op. Okay. Uh, allemaal. Maar met Safari, het was ook een beetje, de trainer creëerde die sfeer zo. Hij zette plots mij zonder een woordje uitleg te geven aan Safari en omgekeerd. En, maar kijk, we zijn dat jaar ja, wel kampioen gespeeld. We hebben elk, ja. uh, eigenlijk heel veel wedstrijden gespeeld samen. Ja. Goed, Heriks, voordat we er eentje gaan, uh, gaan drinken, Ik wil graag nog uh, aan Jonas de Roek en aan uh, Momus Soudi even mezelf richten. Uh, Tuur gaat het match per match bekijken. heeft hier niet gedronken, is een voorbeeldige speler. Je mag er vier op zijn en uh, zet hem elke week gewoon in de basis en je wordt kampioen. Uh, Koen Frans, hartelijk bedankt. Gezet van Antwerpen, Kokita, podcast. Tuur Dirks van Westerlo, ex-club uh, Brugge en zoveel mooie teams ook gehad. Jij bedankt. En Olly de Schacht, uh, dat moeten we nog eens doen, hè. Dat was plezant. Ja, dat is toe. Kijk, bij deze. Goed, uh, ja, voilà. Bedankt voor het uh, kijken en het luisteren. Op alle kanalen kan je het allemaal vinden. Tot YouTube toe en graag tot de volgende week. Dat was er van Olly. En er zat wat alcohol in. Bye bye. Ik heb hier een geweldig mooi origineel shirt van Barcelona. Dat kan uh, de jouwe worden. Mooi uh, draperen rond je ongetwijfeld indrukwekkende bast. Laat gewoon weten onder uh, de video op YouTube, onder van 11 Insiders, wat het gaat worden: Atletico of Barça. Je mag er ook een score bij zetten, het maakt niet uit. Maar dan ga uh, jij misschien lopen met dit geweldige shirt. Heel veel succes.